Zo kies. Hij dikke. Voor je tietjes. Jij wordt eigenlijk bij de meiden thuis. Zullen we er even naartoe brengen? Kom maar. Oh, oh. Oh, oh, rustig aan hoor. Rustig aan. Jongen. Lijkt op de dameskleedkamer. Hey, beetje tempo, ja? Ik wil afsluiten. Ja, ik vond het een beetje vetzeug. Oké, okay. Deze vlekken gaan er nooit meer uit. Gezeug. Hey. Dat staat nog uit. Wat doet ze nou? Net goed voor yoghurt. Dat kunnen ze toch niet maken? Nou. En als jij gaat klikken morgen, David, dan heb je morgen weer een.
zo. Mag ik even jullie aandacht? Ik heb verdrietig nieuws. Jochem is gevonden. In het Duinmeer. Duikers hebben daarna zijn lichaam gezocht. En hij blijkt te zijn verdronken. De lessen worden opgeschort. Maar het lijkt me goed dat jullie nu bij elkaar blijven. Samen met Jochem. Vandaag staan wij stil bij het onverwachte heengaan van Jochem Steenman. Een van de leerlingen uit zijn klas wil graag iets tegen ons zeggen en ik denk dat dit een goed moment is om David uit te nodigen om naar voren te komen. Dit is mijn klas. Dit is ook de klas van Jochem. Deze foto werd een paar weken geleden gemaakt. Maar wie Jochem ziet, mag het zeggen. Onze klas. Geen Jochem. Het is trouwens niet waar dat er niets van Jochem op deze foto staat. Als jullie goed kijken, zien jullie in de boom, achter de groep, zijn kleren hangen. Dit was een van de geitjes waar het elke dag vol mee zat. Er was elke dag wel een manier om Jochem te pesten. Onze klas zou een hele lijst kunnen maken. Dit is een bladzijde uit de agenda van Sanne. Dit heeft ze 2 weken geleden gedaan. We waren er allemaal bij. We deden niks. Behalve 1 iemand. Vera. Die nam het voor Jochem op. Maar werd er naar geluisterd. Ons klassenfeest. Nog 1 week geleden. Er zou geen alcohol geschonken mogen worden. Onze klasleraar zei, als ik dat zie, dan moet ik er wat van zeggen. Maar hij zei er ook bij dat hij over het algemeen heel slecht ziet. Maar was er iemand dronken die avond? Nee. Behalve 1. Niet vrijwillig. De avond ervoor vroeg Jochem mij of we misschien iets konden doen samen. Wat dan? Vroeg ik. Niks bijzonders. Zo dachten wij over Jochem. Niks bijzonders. Die vrouw is mijn oma. Mijn oma zei tegen mij, Jochem is een enorm talent. Maar dat weet ik pas sinds 1 of 3. Maar Jochem was niet de moeite waard. Behalve de moeite van het pesten. Jochem Steenman.
Thank you.